Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Civilization 5 hier op Vaco Games. Het gaat eigenlijk super lekker met onze beschaving. We hebben namelijk de vorige keer hier ook Hamburg opgericht. Dus we hebben nu twee steden. En dat gaat eigenlijk helemaal goed. Ik ben helemaal happy, ik ben helemaal tof. We hebben ook nog de tempel en er komt binnenkort ook nog het beeld van Zeus aan. Dat is heel handig voor als we later ooit eens een keertje heel veel oorlog moeten gaan voeren. En ik denk dat dat er ooit op een gegeven moment wel van moet gaan komen. Want als ik ga kijken naar de Iroquois, die hier nu echt bovenaan zitten, dan hebben ze 1, 2, 3 steden. En ik zag hier toevallig net dat hier de vierde settler al aankomt. Dus ze gaan echt nu al voor een vierde stad. Ik heb potverdorie in het tweede. Oh, we zijn pas 84 beurten bezig, man. Doe het allemaal veel te relaxed. Al die gasten die gaan veel te snel. Dat moet niet. Doe rustig aan. Oh, next turn. We zien wel waar we uitkomen. Oh, en trouwens jongens, ik wil jullie ook ontzettend bedanken voor de 1500 likes die we gisteren gehaald hebben. Ik had serieus niet verdacht dat Civilization 5 weer zo populair zou zijn. Dus mocht je nog geen like op deze video gedaan hebben, doe dat dan eventjes. Dat helpt mij echt enorm met het laten groeien van Vaco Games. Want elke keer als er weer een like komt, dan is dat goed voor mijn motivatie en ook weer voor de motivatie van anderen om lekker op Vaco Games te abonneren. Dus jullie kunnen ook een rol daarin spelen eigenlijk, hè? Dat had je misschien helemaal niet gedacht, maar dat is terecht zo. Oh god, gaan ze weer in het gebied van Kuala Lumpur staan? Nou, dat is dom dat we Kuala Lumpur weer chagrijnig. Oh hey. Hij komt echt van Atla, deze gozer. Man met zwembroek. Ja, is goed. Ik wil ook wel een vriendschapsverklaring. Is goed. Ik kan vriendjes worden met iedereen. Dat vind ik heel belangrijk. Weet je, je vrienden die moet je echt... Oké, er komt ook nog een warrior aan. Die gast heeft een hoop stokken. Met punten eraan. Ik moet nu echt heel snel... Oh. He who commands the sea has command of everything. Mee eens, Themistocles, voor je ook heet mag. We kunnen werkboten, boten, ander soort boten en visboten. En we kunnen een extra trade route, dat is handig. Dan gaan we daar binnenkort eens wat mee doen. Jij gaat als de donder het gebied van Kuala Lumpur uit, want Kuala Lumpur vindt dat niet leuk. Dus wat gaan we eigenlijk uitvinden? Even kijken hoor. Op zich is het denk ik wel handig om iets te gaan doen waarmee we kunnen vechten. Oh, deze is leuk. Circus Maximus. Ja, wil hebben. Wil hebben. Oh shit, barbaren. No. Ik wil echt gewoon dit standbeeld. Oh, hoi. Hij wil mijn katoen hebben. En dan krijg ik in ruil daar krijg ik goud voor. Oké, is goed. Is goed. Oh, hoi. Hij is ook vriendjes met Polynesië. Mooi. Iedereen is vriendjes van elkaar. En ik krijg een hele lading geld van ze. Dat vind ik aardig. Het is in ieder geval voor 30 beurten. Dus we zien vanzelf wat eruit komt. Jullie gaan zo meteen daar naartoe. Uh-oh. Spearman. No. Gelukkig dat wij met z'n tweeën zijn. Kijk, ik heb een ander team. Jullie. Wat gaan jullie eigenlijk doen? Gaan jullie maar een plantatie bouwen daar. Een plantage. Ik noem het een plantatie. Vind ik een veel mooier woord. Nog 6 beurten. Unit needs orders. Wie dan? Jij. Oké, jongens. Sla de barbaren in elkaar. Yeah! Oeh. Die deed best wel zeer. 36 voor de barbaren dan, hè. Niet voor mij. Oh, hoi. Hij is ook vriendjes met Polen. Ja, natuurlijk. Iedereen is vriendjes met elkaar. Dat is goed. Hoe meer vriendjes, hoe beter het is. Washington heeft Stonehenge gebouwd. Oh, oké. Moet hij zelf weten. Oké, jullie gaan daar naartoe. En jullie slaan die barbaren in elkaar. Ja! Knokken! Die van mij is toch veel sterker. Ik krijg namelijk een bonus voor vechten tegen barbaren. Dat krijgt eigenlijk niemand. Alleen ik. Dus daar ben ik heel tevreden over. Ah, pussies. Gaan ze er vandoor. Wat een helden. Gelukkig zijn we echte German warriors, hè. Die Duitse strijdkrachten, dat zijn we, ja. Zo, daarheen. Jij, je bent promotie. Dus dan mag je even healen. En grijp hen. Pak ze, jongens. Ja. Pak de beestjes. Oké, next turn. Als ik namelijk dit barbarenkamp kwijt ben, dan is het goed voor mij. Dan vallen ze mij niet meer lastig. En Kuala Lumpur zal happy zijn. En ik kan eigenlijk alle allies gebruiken die ik tegenkom. Want ik zit een beetje in mijn eentje hier in het zuiden. Oké, jij pak hen. Voordat ze weglopen.
Hoppakee. Laatste ook. Dank u. Jij pakt het kamp. Als gooi met bijlen. Dat is zeer, man. Kijk een beetje uit. Oké, 27 en 20. Nou, het gaat goed. Hier in Hamburg wil ik graag... wat wil ik hier eigenlijk? Wat wil ik nou hier in Hamburg? Ik wil hier in Hamburg... een... shrine. Dat is wat ik wil. Next turn. Jullie zijn er nog hard aan het werk. Nu gaan die barbaren zo meteen weer in elkaar timmeren. City States in the birds. Oh god, komt er weer eentje bij. Nou, kom op. Jullie gaan de boel helpen. Jij, pak hen. Ja, pak ze. Elke keer krijgen ze klappen. Ik weet ook niet waarom, maar... in plaats van dat ze nou in één keer doorvechten... nee, dat doen we niet. We gaan netjes op onze beurt wachten. Dan zal hij zo meteen... ja, zie je wel, dat dacht ik al. Vouw nou echt serieus mij aan? Auw, jongen. Niet te zeer. Oké, dan gaan we dit doen. Unit promotion, healen en grijp ze. Ha, losers. En dood. Mooi. Kamp van mij. Dank u. Barbarian encampment joins you. Dat is goed. Dan kan ik je andere vriendjes wel afmaken. Bam, pak ze jongens. Knokken tegen barbaren. Het blijft leuk. Jullie gaan naar... waar gaan jullie eigenlijk heen? Ga maar naar... wat krijgen ze ervoor? Ga maar naar Kuala Lumpur. Dat is ook wel leuk. Ga die kant maar eens op. Unit needs orders. Oeh, standbeeld van Zeus. Nog één beurt. Hopelijk krijgen we hem. Die kan ik echt goed gebruiken. Geef mij standbeeld. Groot standbeeld. Heel, heel groot. Met een snor. En zo'n ding in zijn hand. Yeah, nice. The son of Cronus. And nodded his head with the dark brows. And the immortally anointed hair of the great god swept from his divine head. And all Olympus was shaken. Perfect. 15% combat strength voor ons als we steden aanvallen. Dat kan ik heel goed gebruiken. En hier? Discipline. Ja hoor. Al mijn soldaten hebben heel veel discipline. Jullie. Gaan we een beetje verkennen. Ga daar maar heen. Jij gaat ook mee. Hou de boel maar een beetje in de gaten. En jij, pak hem. Ja, pak ze! Oh, die gastjes. Projects. Wat gaan we hier bouwen? Goud. Ja, is allemaal leuk en aardig. Maar wat moet ik ermee? Ik wil een granary. Puur voor het eten. We hebben namelijk echt heel veel eten. En dat is goed. Daar stonden we echt ruim op plek nummer 1. Oeh, is dat een olifant? Als we die olifant dan opeten, hebben we heel veel geld. En heel veel eten. Oh, pussy. Kom hier. Ja, pak hem. Ja. Hop, nog één. Goed zo, dank u. Next turn. Jullie, pak hem. Ik zei, pak hem. Waarom kan je er nu niet heen? Rare figuur. Next turn. Dit waren ooit ook barbaren, die zijn nu bij mij. Dat zijn mijn vriendjes. Alle barbaren zijn mijn vriendjes. Behalve deze barbaren, want die vallen me aan. Au, jongen. Die deze hier. A horse. A horse. My kingdom for a horse. My kingdom for a horse. Horseman stable. Sticus Maximus. Oh, die wil ik hebben. Geeft een hoop happiness. Jullie, pak hen. Laat zien dat we het er niet mee eens zijn. Ja! Veeg ze achter elkaar om, jongens. Wat ze flats. Jullie krijgen promotie. Jullie mogen... wat mogen jullie eigenlijk? Wat is leuk? Combat strength. Waarom niet? Kunnen jullie daar gaan healen? En jullie gaan als de zandsodemieter deze beesten vangen. Dat lijkt me nou wel een goeie. Hier wil ik dat jij hem aanvalt. Want ze vielen jou net ook aan. Dus dat pakken we je nu goed terug. Hoppa! Recht een bijl in je gezicht, jongen. En voor deze wil ik graag... wat wil ik hier eigenlijk? Construction. Waarom niet? Weten we tenminste hoe we gebouwen moeten bouwen. Altijd handig. Next turn.
Kan ik ondertussen net mooi eventjes een slokje thee, wou ik zeggen, want het is Cassis. Nee, taxi. Zo heet het spul. Oh. Dat is lekker. Lekkere taxi. Ja, gaan we weer. Au, jongen. Doe zeer met bijlen gooien. Dus doe niet. Hier, een bijl terug. Vangen. Die van mij zijn sterker. Oké, hier wil ik een kamp hebben. Jullie gaan healen. En wat gaan we dan doen? Kom maar terug eigenlijk. Heb ik veel liever. Kom maar terug. Terug naar huis. Next turn. Oeh, Kamehameha Bahata heeft de Terracotta Army gebouwd. Good for him, I guess. Unit promotion. Mooi, wie nou weer? Jij. Rough terrain. En ga maar healen. Doe je wat nuttigs. Choose production. Ik wil hier graag een. Wat wil ik hier eigenlijk graag? Een barak. Obama, waarom niet? Next turn! Uh-oh. Wie komt daar nou weer aan? Polynesian. Maori warrior. Zolang ze maar buiten mijn grenzen blijven, vind ik het helemaal prima. Alhoewel, we zijn vriendjes, dus ze mogen best naar binnen. Op zich ook niet zo'n probleem. We zijn maties, weet je. We zijn hele goede maties. Next turn! Dat is het mooie als je vriendjes met iedereen bent. Dan hoef je eigenlijk nergens bang voor te zijn. Oh, God, nee! Alexandros Amy, huyoston anakton kai ekonoston theon. Niet Alexander, please! Oh, kom op, de vorige keer kreeg je een atoombom op je kop, omdat je zo vervelend was. Alexander, kom op. Ja, goodbye Alexander, dag Alexander. Oh, zo gehoopt een potje zonder die Griek. Nee hoor. God gloeiende. Guess who's back? Oh my god, ik wil niet naar Alexander. Die gozer die krijgt elke keer het voor elkaar om mij te irriteren. Nou ja. We doen het er maar mee. En misschien dat we hem aan het eind ook nog een keer een atoombom op zijn hoofd gooien. Gewoon omdat het kan. En omdat het Alexander is. Alexander doet niks liever dan atoombommen koppen. Oeh. We staan echt helemaal onderaan als het gaat om de mensen met de grootste stok. Ik heb heel weinig stokken. Blijkbaar. Dus ik moet eventjes wat meer units gaan maken. Want als ze nu over mij heen komen, dan heb ik een probleem. Hanging Gardens. Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Bismarck. Kom maar. Ja. Kom maar terug. Ik kan moeilijk al die gasten daar de hele tijd laten staan. Dus kom maar terug naar huis. Doei. Next turn. Nog eentje, dan is hier de barak klaar. Wat is hier trouwens? Oh, bijna is hier ook de shrine. Dat is goed voor de religie. Ik hoop namelijk dat ik met 100 religie... Oh, wacht. 200 moet je hebben. Pas met 200 krijgen we een grote profeet. We look to in a building. That it stand on the right spot. That it be securely founded. That it be successfully executed. Een colosseum. Wil hebben. Als dat even kan. Maar eerst gaan we uitvinden. Wat gaan we eerst uitvinden? Optics? Nee, is niet nodig. Ik wil graag. Silver Petra Market. Op zich wel handig om die te hebben. De markt. Leuk om te kunnen gebruiken. En hier wil ik graag... een colosseum. En dan is iedereen happy. En als mijn mannetjes happy zijn, dan ben ik het ook. Zo, jullie gaan daarheen. Ik weet niet wat je er doet. Zoek het maar uit. Hé, mij. Heb je de poel kapot elkaar? Waarom zou ik jou geld geven? Waarom zou ik dat doen? Nee. Natuurlijk ga ik jou niet zomaar geld geven. Wat is dat nou voor geintje? Ik kreeg geld van jou, zodat je mijn katoen krijgt. En dan moet ik jou dat geld weer teruggeven. Dus dan heb je en mijn katoen, en mijn geld. Grapjas. Dat zijn geen handelswijzen waar ik mee aan meedoe. Dat doe ik niet aan mee. Ik wil hier graag een colosseum. Overal colosseums. Wat is het meervoud van colosseum eigenlijk? Colossea? Zo? I don't know. Farm. Alert. Alert. Next turn. Let maar goed op, jongens, of dat de barbaren aankomen. En als de barbaren aankomen, dan geef je een harde geel.
Berlin, Berlin, Berlin. Nog nooit zo'n mooie stad gezien. Het is wel lekker dat we dit ook al hebben. Een fort. Als we aangevallen worden, kunnen we alles daarin gooien. Dan gaan we gewoon lekker daarop staan. Dan zijn we goed beschermd. Unmet player, enter the medieval. Zo, hoe zitten ze al in de middeleeuwen? Doen ze goed. In 250 voor Christus. Dat vind ik knap. Next turn. Lang ben ik al bezig. Oh, pas een kwartiertje. Ik probeer de afleveringen van Civilization 5 altijd een minuutje of 20 te doen. Dat vind ik leuk. Jullie vinden het leuk, dus ja, weet je. En anders gebeurt er ook zo weinig in zo'n aflevering. Ik probeer altijd een beetje 20 minuutjes te doen. Vinden jullie tof? En ik vind het net zo makkelijk. Zo. Oh, Washington heeft een Parthenon gebouwd. Goed gedaan, Washington. Grote jongen. Next turn. Dan gaan mijn happiness gaat zo meteen omhoog. Moet je opletten. Van 2 naar 4. Probably. Kom. Geef mij happiness. Nu. Ik wil happiness. Ja, dank u. Choose production. Op zich wil ik die wel hebben. Moet ik nog 15 beurten wachten. Dus gaan jullie in de tussentijd maar... Ga maar muren bouwen. Waarom niet? Muren zijn altijd handig. Ah, Kamehameha heeft het mausoleum al gebouwd. Ja, daar kan ik het niet meer doen ook. Religie. Oeh, protestantisme. In de heilige stad Washington. weg met die zooi. Jullie gaan hier ook een farm bouwen. Doe je best. En dan doe ik ondertussen next turn. Al mijn handeltjes zijn weer af, dus dan heb je best kans dat ze zo meteen weer bij me terugkomen. Ohoi. Wat heb jij te zeiken? Nou weet je, als je me er een paard bij geeft, één, dan mag jij een ambassade hebben. Daar niet. Ja, hey, kom eens. Ik heb een beetje... Ohoi. Is the following trade of interest to you? Nee, niet echt. Niet echt, eigenlijk. Nee. Sorry, Washington. Ik heb geen paarden nodig. Als je er nou... 5 goud per beurt van maakt, dan neem ik hem aan. 4? Ja, oké. Okay. Nou, heb ik toch weer 30 goud erbij gebietst. Ah. Kijk, je kan het vragen. Als je het niet vraagt, dan weet je zeker dat het niet gebeurt. Dus nu hebben we gewoon 30 goud erbij van hem. Aardig hoor. Next turn. We gaan met de farm, jongens. Gaat goed. Ze zijn de vloer aan het harken, zie je dat? Moeten ze zelf weten natuurlijk, maar... Ik zou toch iets met een trekker doen of zo. Nog 2 beurten krijgen we currency. Krijgen we geld. En geld is handig om te hebben. En eigenlijk wil ik ook Petra erbij hebben. Dat kan alleen door steden gebouwd worden die bij een woestijn zitten. Nou, dat zit ik toevallig. Dus dan wil ik eigenlijk ook wel een beetje daarvoor gecompenseerd worden door de vorm van Petra. Dus die wil ik eigenlijk wel hebben. En hier is gelukkig de muren bijna klaar. Kom maar, currency, please. Currency. Currency, ja, dank u. Better is bread with a happy heart than wealth with vexation. We kunnen een mint bouwen, een markt en Petra. Nou, die wil ik absoluut hebben. Petra, 13 beurten. Dus daar gaan we maar eens eventjes wat aan doen. Ondertussen wil ik ook... gilden hebben. Om goed met te kunnen ruilen. Next turn. Hier is bijna de Colosseum klaar. Als het Colosseum klaar is bij deze, dan is ook Petra klaar. Hopelijk. En dan kunnen we ook meteen weer het grote Colosseum bouwen. Oh, we zeggen Matties meer met Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Wat is het nou? Kuala Lumpur. Hoeveel moeten jullie hebben? Hoeveel invloed? Hier heb je goud. Alsjeblieft. Zijn er vriendjes? Hier nog meer goud. Allies! Mooi! Altijd leuk. Steden overkopen. Nog geld zat. Moet ik er anders mee doen. Dan zijn we vriendjes met Kuala Lumpur. En dan krijgen we ook weer extra happiness voor, want die geven ons weer zooi. Dat vind ik aardig. En eigenlijk vond Kuala Lumpur me helemaal niet zo leuk in het begin, maar... Als je ze geld geeft, dan is iedereen je vriend. Oeh, Mayada Policy. Welke nou weer? The Garrison increases local happiness by 1 en culture by 2. Oké. Okay. Military cost. Wat krijg ik eigenlijk als ze allemaal klaar zijn?
Gold for each unit killed. Oh, mooi. Hier. Alsjeblieft. Maar dan moet ik dus een unit in mijn stad neerzetten. Jij, ga daarheen. En jij, ga daarheen. 17 beurten, hallo hé. Hey. Duurt lang. Jullie zijn klaar. Dan wil ik graag dat je daar wat gaat doen. Ik weet niet wat, dat mag je allemaal zelf beslissen. En dan komen we gauw genoeg achter wat je daar gaat doen. Berlijn. Zo'n mooie stad heb ik nimmer gezien. Wat gaan we doen? Doe maar... een lumbermill, doe dat maar bouwen, een houtmolen. En hier is nog 10 beurten wachten op Petra. En hier nog 10 op het Colosseum. Dus we hebben eigenlijk alles nog wel te doen. Jullie gaan omlopen zo meteen waarschijnlijk. Nou, vooruit. Doe er 1 keer next turn en dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Dan houden we er weer mee op. Dan is het wel goed geweest. Oeh, Washington heeft een grote muur. Dan koop ik een ladder en dan ga ik over die muur heen. Zo, hartstikke idee. Hey, Vaco Gamers. Ik ga jullie vragen om weer net zoveel likes te doen als dat jullie gisteren gedaan hebben. Gisteren waren het er meer dan 1500 en daar blijf ik jullie ontiegelijk dankbaar voor. Dus mocht je dat nog niet gedaan hebben, like deze video dan eventjes. En vergeet ook vooral niet om te abonneren op Vaco Gamers, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Misschien heb je dat nog niet gedaan, dan heb je zoiets van, waarom zou ik het doen? Nou, om de Vaco blij te maken, dat is natuurlijk ook wel tof. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij meer Civilization 5. En dan gaan we hopelijk Petra bouwen en heel erg rijk worden. Mazzel!